En de halve finale staan te beginnen. En we moeten nu als eerst tegen Marnie. Let's go, Marnie. Let's go. We gaan deze battle doen. Yo, dit zijn de fans. Welkom bij weer een Baby Pokémon Challenge video. In de vorige video hebben we Ryan verslagen. En we zijn nu hier op deze ijsroute. Oh, en Glalie kon mij gelijk even aanvallen. Die denkt, die Rikachu, die heeft vast geen vuur-Pokémon die iets kan doen tegen mij. Maar yo, ik heb hier Magby. En in de vorige aflevering heeft Magby echt iets super tofs gedaan. Dus als je dat nog niet hebt gezien, ga de vorige aflevering ook even checken. Doe een duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren als je bijna iedere dag Nintendo video's wil zien. Hoe ik bijvoorbeeld Glalie's gewoon zo eventjes gewoon verbrand. Ja, dat doen we gewoon. We hebben nu alle badges binnen en we zijn op weg om Pokémon kampioen te worden. Maar hey, jullie weten allemaal dat dat waarschijnlijk nog wel eventjes gaat duren. Ik heb al meerdere challenges gedaan voor Pokémon Sword en Shield op mijn kanaal. Ik heb al een Fire-type only, een Water-type only challenge gedaan. We hebben de Nuzlocke al gedaan. En nu dus de Baby only challenge. En ik ben benieuwd. Wil jij een nieuwe challenge zien? En zo ja, welke? Laat het weten in de reacties, want dat is de vraag van vandaag. Terwijl deze Gardevoir even allemaal dingen aan het doen is, ik zit totaal niet op te letten eigenlijk, moet ik eerlijk zeggen. Ik krijg hagel op mijn hoofd. Een Gardevoir krijgt ook hagel op zijn hoofd. Ik kan even Clear Smog doen, want dat is blijkbaar super effectief. Geen idee of ik Gardevoir daarmee ga slopen. Ah, ik had gewoon Flamethrower moeten doen. Hij gaat voor Draining Kissie. Krijgen we even een kusje van deze Gardevoir. Wat aardig, joh. Ga je nou jezelf even lopen healen? Als je mij een kusje geeft, dan moet je niet doen, want dan verbrand je gewoon, hè. Kijk maar, je bent burned. Nice. Ik ben benieuwd. Gaat Gardevoir nu down door de hagel en de burn? Oh, nee, net niet. Nou, dan doen wij nog maar één keertje Clear Smog. En dan is het klaar met Gardevoirtje. Blijft ook wel een vette Pokémon, hoor. Die had ik trouwens ook gekocht in Pokémon Unite, Gardevoir. 3 Pokémon gaan inmiddels een level omhoog. Waarbij ze al bijna level 60 zijn. En dan moeten wij deze berg eens even gaan beklimmen. Weet je wat? Ik ga hem befietsen. Want klimmen duurt veel te lang. Hallo, meneer. Ik voel me best wel chill hier in de sneeuw met mijn Magby. Mijn Magby is een echte baas. What up, Steelix? Dan heb je zo'n kleine baby Magby tegen zo'n gigantische Steelix. Moet je kijken wat er gebeurt. Vlammenwerper! Zo doen we dat. Oh, Elekid ook al level 60. Riolu level 58. Wat gaan we lekker. Oh, nu een mutsdeel. Dan schakel ik even naar Bedieu. Want voor degenen die de vorige aflevering nog niet hebben gezien, maar de andere afleveringen wel. Bedieu, die heeft een nieuwe move geleerd. Ik kreeg namelijk een TR. Dus dat is een TM, alleen die kan je dan maar één keer gebruiken, zo'n TR. Namelijk Energy Ball. Een super sterke gras-type move. Kijk maar. Dag mutsdeel. Ja, Bedieu is ook wel lekker een baas geworden nu. Heel nice. Nou, dan is Duckles ook weer klaar. Oh, lekker man. Lekker. Ik kan het kampioenschap al ruiken. Nou, dat nog niet, want we moeten Leon nog zien te verslaan. En we moeten nog afrekenen met Oleana en Chairman Rose. Nou, maar eerst kunnen we hier even lekker een beetje gaan trainen, denk ik. Wat sta jij hier in jouw pakje, jongen? Ja, ik ben zelf ook niet heel warm gekleed met mijn blote enkels. Maar deze gast die hier in een pak in een sneeuwstorm staat, dan vraag ik me echt af, wat doe je hier nou? Met je Weavile. Ik bedoel, 1 vlammenwerper erop. En kijk, hij gaat al liggen. Hij heeft ook nog een Kledel. Dus dan haal ik mijn Bedieu maar weer van stal. Van Kledel is ook een vette Pokémon kaart in de nieuwste Celebration serie. Zo'n verborgen kaartje. Een Kledeltje. Een Dark Kledel volgens mij ook. Maar ik weet niet helemaal zeker of die echt dark is. Hij gaat wel lekker met zijn extra sensory. Maar ik ga lekkerder met mijn energiebal. Ga maar slapen, jongen. Doei. En Magby gaat al naar 61, joh. Ja, omdat ik natuurlijk deze Pokémon allemaal geruild heb naar deze game, gaat het trainen ook gewoon super snel. Ze krijgen best wel veel XP als ik win. En dat is super chill. Ik heb even Elekidje gepakt, want ik moet nu tegen Kirby. En ik denk altijd dat Kirby Flying-type Pokémon hebben. Kijk maar. Dit is precies wat ik bedoel. Een Corviknight. Thunderbolt! Beam! Ik ben nu al echt te sterk voor deze Pokémon. Ik moest trainen tegen Ryan, maar nu ben ik een beetje overpowered, heb ik het gevoel. Maar goed, als ze straks bij de echte tegenstanders komen, dan wordt het denk ik wel een moeilijker verhaal, hoor. Ik heb niet heel goed gekeken tegen wie ik nu moet, maar ik dacht te lezen Flygon, dus dan moet ik Mantike even pakken. Yes! Ryan had natuurlijk ook een Flygon die mij het leven zuur heeft gemaakt. Maar gelukkig hebben we hem kunnen verslaan. Oh, hij ontwijkt mijn aanval. En dan doet hij Dragontail. Oh, en dan word ik eruit geslagen. Nee, oh, maar ik heb Elekid. Dat kan niet. Elekid kan letterlijk niks doen tegen jou. Ja, ik zou een low kick kunnen doen. Kunnen het gewoon proberen. Ja, het doet niet heel veel damage. Ja, een Earthquake gaat natuurlijk mijn Elekid slopen. Ja, dat mag duidelijk zijn. Elekid kan niks doen tegen een Earthquake. Lekker dit, jongen. Kom ik hier zo'n random guy tegen? Die sloopt toch nog even een Pokémon van mij. Doe eens normaal, man. Hou je even in. Flygons zijn echt problemen voor mijn team, hoor. Eerlijk is eerlijk. Elke keer weer die Flygon. Potverdorie, joh. Nou, hij is nu wel weg, gelukkig. En dan, voordat we Wyndon in mogen, moeten we hier even een duo battle doen. Ik heb helemaal geen zin in een interview, joh. Laat me met rust. Hé, hey, die zijn van Comedy Central. Zie je die microfoon? Dat lijkt net een Comedy Central logo. Klinkeling. En een Helioptaal. Ik bedoel, Heliolisk. Oké, we gaan ons eerst even focussen op Kling de Klang Klang Blang Mang. Vlammenwerpen erop en ja, lekker man. Ja, straks tegen de Steel-type Pokémon die we gaan krijgen in de Battle Tower. Zijn deze twee de Pokémon die het echt moeten gaan doen. Magby en Riolu. Riolu gaat voor Brick Break, die ook weer super effective is op Heliolisk. En dan is die ook weg. Dit ging soepel? Man, ik heb nog nooit zo'n soepele duo battle gehad. Dan nu Noivern. En Togedemaru. Ik had eigenlijk misschien Flamethrower moeten doen tegen Noivern. Dat was denk ik handiger geweest. Want nu ga ik mijn fighting move doen tegen Noivern. Maar Noivern is eerst nog met Hurricane. Ah, jemig. Ja, Riolu. Toch, hij gaat wel heel snel dood elke keer. Hè? Dat valt me wel op met Riolu. Dat is wel jammer. Maar weet je wat, dan hebben we altijd nog een Elekidje. Maar in de battle tegen Ryan ook, hè. Toen was het gewoon, dan ging hij in één keer dood. Gewoon in één keer. Had hij nog full HP. Hij was zelfs gedynamaxed. En nog ging hij in één keer dood. Ik maak me eigenlijk wel een klein beetje zorgen over Riolu, jongens. Ga niet zo goed meer met hem. Mantike gaat beter dan Riolu de laatste tijd. Anyway, deze grappies zijn verslagen. Stap ik even lekker snel op de fiets. En dan zijn we hier over de berg. Bij Wyndon City. De Corvus Squires die vliegen over. En we zijn er gewoon, jongens. We hebben het gewoon gehaald met ons babyteam. Wyndon City. Yes! Daar de Battle Tower. Hier de winkeltjes. En de Pokécenter. Nog een mooie sterrenklok daar. Hier het hotel. Reuzenradje. En natuurlijk waar het om draait. De gym. Of het stadion. Daar moeten we gaan battelen. Daar moeten wij kampioen worden. Marnie is hier ook aangekomen. Hop is hier aangekomen. En de halve finale staan te beginnen. En we moeten nu als eerst tegen Marnie. En daar gaan we Riolu voor gebruiken. Althans, we gaan beginnen met Riolu. Let's go! En Marnie die heeft het mij al best een keer moeilijk gemaakt. Hè? Als jullie deze hele serie gezien hebben, dan weten jullie dat. Ik heb toen maar net gewonnen eigenlijk van Marnie. En nu staan we tegenover elkaar hier in de halve finale van het Pokémon kampioenschap. Ze zegt... Neem het niet persoonlijk op, maar ik ga je kont schoppen. Oh, het begint hier al dat mijn headset afvalt. Let's go, Marnie, let's go. We gaan deze battle doen. Daar begint ze met haar leopard. De kampioenschappen zijn begonnen. Let's go. Ik heb hype voor deze. Doe een duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan hebt. Oké, Marnie, let's go. Let's do this. Ik begin met Brick Break. En ik denk dat dat wel genoeg moet zijn, maar jij bent gewoon sneller met je snarl. Oké. It's not very effective. Mijn special attack gaat naar beneden, maar dat maakt niet uit, want ik doe toch alleen maar physical attacks. Een Leopard is gelijk met één klappie. Lekker neer. Bedieu gaat naar level 60. Dan nu Scrafty. Ik ga niet switchen. Ik ga niet switchen. Let's go. We blijven doorgaan met Brick Break. Nu ben ik wel sneller. Bam. En Scrafty die overleeft het altijd, hè? Oh nee. Nee, niet zwaggeren. Nee. Hij confused mijn Riolu terwijl hij mijn attack omhoog gooit. Ja, die swagger is altijd vervelend, jongen. Oh nee, en ook een full restore op. Oké. Zie je? Marnie weet wat ze doet, jongen. Marnie weet hoe ze moet battelen. Alsjeblieft, raak jezelf niet. Raak jezelf... Nee, doe het nou niet. Oh. Het gaat fout, hè. Dit gaat fout. Kom op, raak jezelf niet, jongen. Lekker. Brick Break. Top. Nu wel. Oh, en Scrafty is weg. Top. Oké. Lekker. Dat is nummer 2. Magby gaat naar level 63. Dan nu Toxicroak. Daar gaan we Mantike voor gebruiken. Want Mantike is de enige die een flying type attack kan. En dat is wel handig tegen deze Pokémon. Toxicroak. Ja, en die doet Sucker Punch, zodat hij me als eerste raakt. Dat doet hij goed. Ik doe Air Slash. Oeh, bijna in één keer kapot. Net niet, dat is jammer. Maar ja, Mantike wordt wel steeds beter, man. Mantike begint er lekker in te komen, merk ik. Nog een keer Sucker Punch op mijn bakkes. Dan doe ik nog een keer een Air Slash op jouw bakkes. Toppie. En dan is de derde Pokémon van Marnie al weg. Lekker. Riolu gaat nu naar level 60. Elekid naar 62. En dan krijgen we nu te maken met een Morpeko. Ik ga dan toch even switchen, denk ik. Ik ga mijn geliefde Magby inzetten. Die heeft geen super effective moves, maar dat maakt niet uit. Magby is sowieso super sterk. Kan je nagaan als ik deze Magby zou evolueren naar Magmortar. Dan is die niet te stoppen, jongen. Dan maakt hij iedereen helemaal kapot. Let's go, Flamethrower. Hoeveel damage doet Morpeko? Ja. Ja, dit is niet normaal. Dit is gewoon echt niet normaal. Hoe is deze Magby zo goed geworden? Dan nu, een nieuw Pokémon, Grimmsnarl. En daarvoor ga ik Bedieu gebruiken en Bedieu Dynamaxen. Want ik ga natuurlijk voor de Poison-type move, Vino Shock. En dat wordt volgens mij Max Ooze als ik hem Dynamax. Let's go, Marnie. Let's go. Het is je laatste Pokémon. Je zou je best moeten doen. Met je Grimmsnarl. Gaat jouw Grimmsnarl mijn hele team slopen? Of is Max Ooze te veel? Ik ben in ieder geval sneller dan Marnie. En daar is onze grote vriend Bedieu. En in tegenstelling tot Piers doet Marnie wel haar Pokémon Dynamaxen. Of is het zelfs een Gigantamax? Ja, het was Gigantamax. Ja, sick hoor. Dus ik vind die Gigantamax Grimmsnarl wel ziek, man. Echt heel tof. Maar ja, ondertussen ben ik al wel wat leveltjes hoger. En als je super effective moves gebruikt, dan zou dit toch moeten lukken, zou je zeggen. Oeh, voor meer dan de helft kapot. Nu moet ik alleen even overleven. Kijk hoeveel groter die Grimmsnarl is trouwens. Die is echt nog 2 keer zo groot als mijn Bedieu. Kijk dan. Kijk hoe... mijn Bedieu is zo klein. Oh, ja, Grimmsnarl is wel sterk. Ik ben blij dat ik een paar levels hoger ben. Want daardoor kunnen we Grimmsnarl kapot maken. Daar gaat hij. Ja, goed gedaan, Marnie. Maar sorry, ik heb een Pokémon net even iets te hoog getraind voor jou. En Mantike gaat naar level 59. Maar het babyteam gaat keihard door, jongens. En in de volgende aflevering moeten wij weer een battle doen hier voor de kampioenschappen. Dus als je dat wil zien, doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Marnie verdient trouwens ook gewoon een duimpje omhoog. Dus doe 2 duimpjes omhoog vandaag als het kan. Doe maar, doe maar. Oh nee, doe maar niet. Want dan is het geen duimpje meer. Dan, nee, oké. Weet je wat? Laat maar gaan. Abonneer gewoon. En dan zie ik je bij de volgende. Mazzel!